Wij zijn onderdeel van Stichting Eid. Daar valt het Haagse Hip Hop Centrum onder en de Hick Street Art. En wij werken aan talentontwikkeling en doen met elementen uit de hip hop cultuur. Dat zijn breakdance, graffiti, DJing, rap en beat creation. Een andere vorm van verbinding is natuurlijk rap, verbinding met klassieke muziek. Baas, ze willen me niet. Daarom ben ik mijn eigen baas, ik heb mijn eigen flows, eigen rijms, ik ben de eigenaar. Ik ben geen rapper, ook geen trapper, ook geen zanger, maar een kunstenaar. Geloof niet alles wat je wijs wordt gemaakt, nee. Geloof liever in vrijheid van spraak, mee. Lopen met andermans gedachten goed is zeker niet oké. Als je zelfs niet eens weet waar die je mening over heeft. Want voor elke... Dat is wat we nu aan het doen zijn in Symphony 2030. En dat sloot perfect aan bij de doelstellingen van het orkest. It's really nice because actually you have this freedom to do what you think in the moment and what you are thinking and try to put it in music. Neem me niet kwalijk, ik spreek nu even met mijn mond vol. In mijn wereld lopen net wat anders dan in de werkelijkheid. Voor mij werd het eens tijd dat de kogel door de kerk ging. Ik bedoel het niet onerbiedig, toon respect als ik rap ik. Ik vond de jam sessie super tof. Ik vond het ook leuk om te zien van dat het eerst is dat het kat uit de boom kijken en weten mensen van elkaar niet wat ze kunnen. Ja, iedereen die heeft natuurlijk ook zijn eigen stijl en manier van doen. Dus ik vond het heel erg tof, gewoon echt goede ontmoeting. En dat muziek gewoon echt een heel goed verbindend middel is. Het is ook een bepaalde eerlijke uiting van emotie. En als ze dat wat vaker naar elkaar zouden doen en je wat meer kwetsbaarder zou opstellen, dan verbind je mensen volgens mij veel beter dan dat altijd maar heel zakelijk en politiek te houden, zeg maar. Ja. Den Haag gaat van ons horen, maar ik denk ook daarbuiten.